Lekker! Nou. Eén en hopla! Draaien, komt hier. En één en hopla! Oh, sorry. Oh, sorry. Heb je droge kleren bij je? Of wil je misschien iets van mij aan? Nou, mevrouw, ik heb in ieder geval droge schoenen. Nou, dat is toch lekker iets, hè? Dat is toch lekker. Hoe kom je in die droge schoenen? Deze? Ja, maar die heb ik geleend van iemand die hier in de steeg rondhing. Oh, lekker makkelijk. Kiri, wat gaan wij doen? Je zal moeten helpen. Even Apeldoorn bellen, mevrouw. Oh, nee, ga je eens even kijken, want er zit een stopcontact. En het is zo kortsluiting ontstaan, jongeman. Laura, kijk ja, even Laura, kijk eens even op de stopcontact. Hier op het stopcontact. Ja, want er... Ja. Mevrouw, er stond nog een beetje strobbel, hoor. Nou, één remedie, rubberen laarzen. Die hebben we nog, hier in de kast. Ah, kijk. Zegt die tv, die doet ook raar, hoor. Wat raar? Ik krijg helemaal geen beeld. De giganten. Hé. Niet gelijk kijken. Dat is Mieke. Niet gelijk kijken, alsjeblieft. Niet gelijk kijken erop. Feestje, maar Mieke. Niet omhoog. Nee, je moet niet. Je moet niet. Je moet de bovenste knop hebben. Nee, het zachte jongens. Je moet erop slaan. De bovenste. Ja, oude tv's moet je allemaal niet krijgen. Met zachte hand. Dat deden wij vroeger met de radio ook. Ram. Nee, je moet niet slaan. Je jongens, moet altijd slaan. Dat, moet, geluid, dat doen ze met kinderen ook. Baby's slaan ze ook altijd om de geluid te horen. Met zachte hand. Hé? Oh. Sorry. Waar was ik? Nee, nou, Farah's Nachtshow wordt gemaakt door Adelheid Rozen, Bavo Galema, Jack Spijkerman. Ja. En die botte aap daar, die denkt dat hij zomaar ongestraft op de beeldbuis kan houden. Ja, nee, sorry Astrid, ik... Dat u waterschade dekt. Wat hebben de Sahellanden nou met onze nachtclub te maken? Oh, juist. Nou, ja, dan snap ik dat u blij bent dat u van verzekering meer verstand heeft dan ik. Dag meneer Keulemans. Zeg Kriep. Kriep, heb je de brandweer wel? Ja, en de loodgieters ook, mevrouw. En de brandweer die komt hier elk moment de keuken leegpompen. Oh. Ja, weet je wat ik nou niet begrijp? Waar al dat water in godsnaam vandaan komt. Jongen, wat doet het ertoe? Werk nou toch door. Straks hebben we hier Jacques Cousteau over de vloer, zeg. Nee, maar. Zie mij, dan gooi jij die rotzooi er even bij. Dag mevrouw, kunnen wij u helpen? Hoe weet je dat ik een vrouw ben? Ik heb toevallig wel een snor. Jawel, maar dat heeft mevrouw van Kleef ook een beetje. Dat geeft helemaal niks. Ja. Nee, dat geeft inderdaad niks. Ik heb ook wel een snor gehad. Of één keer in de maand. Maar dan doe ik een haars op. En dan ga ik zo ratsen. Oh. Zeg maar, waarom... Waarom heb jij die bivakmuts op? Is het vanwege carnaval of zo? Nee, ik zit toevallig in een actiegroep met illegale acties en zo. Ja, soms. Dus ik mag niet herkend worden. Maar we kennen je geen eens. Nou, dat is dan toch juist goed? Nee. Nee, kijk. Je moet eerst iemand kennen voordat je haar ook weer kunt herkennen. Hè? En wil je iemand niet kunnen herkennen, nou, dan moet je er eerst wel kennen. Anders kun je er ook niet herkennen. En als je iemand niet kunt herkennen, herken je haar dus wel. En dat is toch wel het laatste wat jij zou willen, of niet soms? Wacht even hoor, dus die muts die moet eigenlijk af. Nou, als je niet herkend wil worden, moet de muts af. Ja, kijk. Hoeps. Kijk, herkent iemand er, jongens? Nee hoor, geen idee. Geen idee, dit is geen bekende Nederlander. Ja, niemand weet wie je bent. Toch? Zeg, Emma, wat kan je nou eigenlijk doen, vrouwtje? Nou, ik kwam dus die videocassette die kwam ik hier afgeven. Ja? Want daar staat namelijk op waarom wij deze keuken hier onder water hebben gezet. En dat hebben als jullie de politie gaan waarschuwen, dat wij overgaan tot hardere acties. Dat staat hier in het begeleidende briefje. Laten we eens kijken.
Actiegroep voor regels en fatsoen. Nou, heb je dat zelf zitten plakken? Ja. Heb je wel netjes gedaan. Heb je heel netjes gedaan. Werk. Oh, er zit één foutje in. Fatsoen, dat is met een F. Oh ja, dat heb ik, kon ik niet vinden. Dan moet je in de financiële pagina kijken. Ja. Jongens, ik wil even de band kijken. Ja, mevrouw. Ja. Tja, of was er nog iets? Nee, ik moest gewoon onopgemerkt die cassette in de keuken deponeren en dan er van tussen gaan. Nou goed, ja. Zeg, dan ben ik toch wel benieuwd. Is dit nou jouw eerste actie in de criminele sfeer? Ja, en het is mijn reizen meegevallen. Oh, ja. Jullie zijn echt hartstikke aardig voor me geweest. Graag, zeg maar, ik krijg hier hartstikke koude voeten, dus ik peer hem weer. Ja. Jongens, ik zie jullie nog wel eens een keertje. Ja, als we iemand tegenkomen die we niet herkennen, dan weten we dat jij het bent. He? Zoiets. Hey, ja. Doei! Doei! Dat is jaren 60, doei! Je moet roepen, fuck you, dat is harde actie. Je lange let op en gaat erin. Play. Hallo, vieze peuken van de nachtclub. Kijk, wij achten als comité Heuvelaanbewoners jullie aanwezigheid hier in de buurt absoluut ongewenst in verband met de waardedaling van mijn panden. Exact. Nou, want kijk, dat die huren dus omlaag gaan, dat vind ik dus wel interessant. Huur omlaag? Wel nee, dat had je gedacht, schat. Dat gaat toch mooi even niet door, zeg. Nee, huur omlaag. Nee, dat, ook, rotzooi nee wat, dat er ook van die vieze dingen dusdanig gebeuren en dat ik dat erg vind voor de kleine kindertjes in de buurt. Nou kun je dus wel niet dusdanig zo door de ramen naar binnen kijken dat je dat... Ja, zou je maar eens even onderbreken. Jongeman, mag ik even zeggen. Die kan dus inderdaad niet door de ruiten naar binnen kijken. Dat vind ik afgrijzelijk, want dat verpest het algemene straat met al die neonbuizen. En je hebt allemaal van die blenderingen. Dat vind ik afgrijzelijk. Zeg wat nou even, ja, rot op naar je heen dan zeg. Ja, wat ik dus erg kwalijk vind is dat de prijzen van de consumpties bij jullie aan de hoge kant zijn. Hoe? En daarbij? Nou, dat vermoed ik. Dat heb ik van horen zeggen. Ja, nou ja. Dat die heel hoog zijn. Nou, we hebben in ieder geval besloten om actie te ondernemen tegen jullie. En daarom hebben we jullie keuken helemaal onder water gezet. Precies. Ja. Precies. Mag ik even wat toevoegen? Hallo, mag ik even? Ja, dat hebben wij natuurlijk niet zelf gedaan. Ik maak me al die vragen. Nee, want dan gaan wij dus ook best doen. Wij willen wel binnen de wetlijn. Met z'n allen willen wij binnen de wetlijn. Dus vandaar dat wij de hulp hebben ingeroepen van de makelaar. Ik heb persoonlijk de makelaar ingeroepen. Ik kan er niet meer kwijt. Wij aan de straat zitten. We hebben dus de hulp, hebben wij ingeroepen, de hulp van het in-team. Ja, oh ja, ja, het in-team. Het is een reuze aardig stelletje, jonge mensen. In-team Nederland BV. Ten onrechte verdacht, beschuldigd en veroordeeld wegens vermeende terroristische activiteiten houden zij zich schuil voor de justitie. Om hun veroordelingen waar te maken, besloten zij tot het oprichten van de in Nederland terreurverspreidende en actieondersteunende maatschappij. Actie, kortom, actie, in-team. Actie. Heeft u een vervelende buurman en durft u niets terug te doen? Bel het in-team. Hé, hey, buurman! Hé, hey, buurman! Kom eens naar buiten als je durft! Ja! Jou moet ik hebben, jongen! Dat is de laatste keer dat je die vuilzak in mijn tuin gooit, ja? Dat is je wel! En die muziek die gaat ook zacht! Dat is allemaal! Ja. Hebben projectontwikkelaars uw woongenot bedorven door een flatgebouw voor de deur neer te zetten? Durft u het niet op te nemen tegen zo'n bouwgigant? Het in-team wel! Vereniging tot bevordering van de watersurfsport geen vuist maken. Het in-team komt op voor uw belangen. Ook zo'n last van hinderlijk klokgebijer zondagochtends. Huur het in-team. De monarchie uw vrije uitzicht. Het in-team geeft u weer de ruimte.
Wilt u met uw vereniging, actiegroep of comité het image van de katholieke kerk verbeteren? Het Intiem is ook te huur voor geweldloze acties. Het Intiem, voor wie wel wat wil, maar zelf niet durft. Het Intiem, niet duur, effectief, jong, altijd bereikbaar en overal inzetbaar. Het Intiem. Wij hebben dus dit Intiem Dus deze mensen die hebben wij ingehuurd om voor ons de actie te voeren tegen wat jullie doen allemaal. Ja, precies. Want jullie zijn namelijk zedeloos. Begrijp je dat nou voor ouderwets woord? Zedeloos. Ja, dat slaat absoluut niet meer in. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het gaat om je goede jel bedenkt. Ja, jullie zijn dusdanig voor de ondersteuning van de apartheid. Ja, dat precies. Dat is een goed woord, apartheid. Nee, dat slaat nergens op. Ander woord. Ik wil een ander woord. Ja, ik wil even een ander woord. Wat moraal ondermijnend. Moraal ondermijnend. Nee, vind ik te krap. Vind ik te krap. Ik weet precies wat het is. Moraal ondermijnend. Ik heb dat namelijk ergens gelezen in een blad van een soort modemagazine van mijn dochter. Ja. Dat stond vrouw onvriendelijk. Ja, dat is een goed woord. Jullie zijn vrouw onvriendelijk. Vrouw onvriendelijk. Vrouw onvriendelijk. Maar wij zijn toch helemaal niet vrouw onvriendelijk?